Wat gebeurt er als je getest wordt op corona en hoe gaat dat precies in zijn werk? Zeg maar even A. Sinds 1 juni kan iedereen zich laten testen op het coronavirus. Goedemorgen, wat is uw naam? Heb je klachten die passen bij corona, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging? Dan kun je bellen met het landelijke nummer van de GGD, 0800 1202. Welkom bij het coronatestafsprakennummer van de GGD. Als je belt, worden je klachten genoteerd en wordt een plek bij jou in de buurt gezocht waar je terecht kunt. Goedemorgen. In Nederland zijn er zo'n 80 locaties waar je getest kunt worden. U mag verder komen. Ik kan ietsjes liften. Met 2 wattenstaafjes wordt neus- en keelslijm afgenomen. En dat is een vervelend gevoel. Hou vol. Het materiaal wordt nog dezelfde dag opgehaald en naar het lab gebracht. Dank je. In Nederland werken er nu zo'n 50 laboratoria mee aan het analyseren van de coronatests. Het virus wordt eerst inactief gemaakt in een beveiligde omgeving, zodat de monsters veilig geanalyseerd kunnen worden. Daarna wordt met zeer geavanceerde apparatuur gekeken of het coronavirus daadwerkelijk aanwezig is in het afgenomen materiaal. In de meeste gevallen zijn de resultaten al binnen 1 dag vast te stellen in het lab. Het is belangrijk dat het testen goed en zorgvuldig gebeurt en dat kost tijd. Zodra de uitslag bekend is, zorgt de GGD ervoor dat er zo snel mogelijk contact met je wordt opgenomen. Tot die tijd blijf je thuis. U krijgt van mij nog een folder mee, daar staat van allerlei informatie in. En is de uitslag positief, dan betekent dit dat je besmet bent met het coronavirus. In dat geval blijven jij en je huisgenoten 14 dagen thuis. De GGD onderzoekt hoe je het virus hebt opgelopen en vraagt met wie je allemaal in contact bent geweest. Dit bron- en contactonderzoek is altijd maatwerk. Op deze manier controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.